Hele goede middag, Alex en Alexia. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, jullie hadden contact met mij gezocht. Jullie zijn bezig met een project. Even uit mijn hoofd, want het is alweer een poosje geleden. Het is nog niet rond. Jullie willen heel graag. Jullie zijn bezig met het kopen van een boerderij, toch? Ja, er is een boerderij waarvan de eigenaresse op leeftijd is en het eigenlijk niet meer zelf aankon. En in eerste instantie hadden we het idee van, we gaan een sociaal netwerk rond haar zetten, zodat ze die activiteiten kan doordoen. En dan wat zij nu doet, dat gaan we in ondersteunen. Maar haar eigen familie had al snel gezegd van, nee, kom maar bij ons wonen. Dus er komt een boerderij vrij. Oké. Okay. En daar waar faciliteit is voor paarden. Nu zijn er paardenstallen, er is een grote loods. En we zijn dus wat rond gaan vragen of mensen daar ook interesse hebben. En ze hebben zich al partijen gemeld en gezegd van, hey, zullen we met elkaar eens aan tafel gaan zitten? Dat gaan we de aanstaande zaterdag 9 oktober doen. Oké. Okay. Om te kijken wat we als community zouden kunnen gaan doen. Ja, precies. En dan is deze faciliteit uiterst geschikt om zelfvoorzienend te gaan worden naar de toekomst toe. Ja, en er zit ook wel een gunfactor in, want ik ken deze vrouw 7 jaar ongeveer. Mijn paard staat er, maar dat is niet de drive. De drive is om het hier zo te houden zoals het is. En de dochter ken ik al 15 jaar. En het liefste zou het zijn als ze hier kon blijven wonen, maar haar dochter wil haar graag bij haar hebben. En ook de dochter ondersteunt ons wel in het idee, want er is, we komen langzaam een beetje in een soort deadline die we niet zelf hebben verzonnen. Want ja, er zijn natuurlijk, als haar moeder bij haar moet gaan wonen, dan moet het hier weg. En dus is er waarschijnlijk al misschien een koper. Nou heb ik ook al met de dochter overlegd. En ze zegt, Alexia, jullie project is hartstikke goed. Ga 9 oktober die lunch doen. En probeer je investeerders bij elkaar te krijgen. Want op zich zit de gunfactor er wel in. Ja. Maar ja, als ze het niet allemaal meer zelf kan, dan gaat het misschien wel sneller. Dus we proberen om het voor elkaar te krijgen dat er een community is. En daarin kunnen we zelfvoorzienend worden. Er zijn al mensen die een huisarts, een tandarts, een dierenarts, school, een moestuin, ouderenopvang, kinderopvang, sporten. Er zijn hier genoeg mogelijkheden om te doen. En het is een hele grote, een heel groot terrein met een stuk bos eraan en met wat weilanden. En er zijn ook behalve het huis ook nog genoeg mogelijkheden om bijvoorbeeld ergens met een tiny house te staan, bij wijze van spreken. Maar daar zijn we dus mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Alleen zullen we dit nooit kunnen. En misschien is het wel een mission impossible, dat kan. Maar als we het niet proberen, dan is het, ja, dan kijk, dit terrein, kijk, dit kan je misschien overal doen, maar dit terrein staat me heel erg aan mijn hart. Omdat dit ook best wel een verleden heeft. Want elke boom die hier staat, is geplant door die vrouw en haar man. En ze hebben ook best wel wat meegemaakt, want 1 jaar of 12 geleden zijn ze in opsporing verzocht geweest, omdat er een inbreekster 30 keer op hun heeft ingestoken. Dus ze hebben echt wel best veel meegemaakt. Alle dieren die ze ooit hebben gehad, van parkiet tot paard, zijn hier ook begraven. Het is echt een plek met een verleden en het zou het mooiste zijn als het zo blijft en zo kan blijven, maar dan met meer mensen. Mm-hmm. En ze geeft zelf ook aan, het huis wordt te groot. Ze zou hier nog jaren willen. Ze kan er ook wonen. Hè? Zij kan ook in het project erbij. Maar dat is iets tussen moeder en dochter. Ja. En wij proberen, en we hebben dus ook van de familie gewoon van, probeer het. Lukt het jullie? Super. Maar we moeten kijken of het ons gaat lukken. Ja. Ja. En jullie hebben het over de woongemeenschap. Hoeveel mensen zouden daar kunnen gaan wonen? Nou schat, ik denk toch dat er vast tussen de 10 en 17 mensen zouden kunnen wonen. Ja, een aantal gezinnen. Ja, 4, 5 gezinnen kunnen er wel zeker wonen. En misschien wel meer, want er is ook mogelijk om voor een minicampingtje bij wijze van spreken. Er is zoveel mogelijk. Je zou het eigenlijk zelf een keer moeten zien. Ja. En in welke, je hoeft de plaats niet te noemen, maar dan straks krijg je allemaal kabels op de kust. Dat is een beetje. Maar welke omgeving hebben we het over? Het is in de omgeving van Hellevoetsluis. Ja, en ja. We hebben een kleine campagne opgezet. Dat is terug te vinden onder de Kamer van Sociale Waarden. Dus Google de Kamer van Sociale Waarden en dan vind je Zorgboerderij Witje terug.
En ja, we hebben dan een naam gegeven. Maar dan zijn onze contactgegevens te vinden. Ja, ja. Maar dat zal ik sowieso even onder de video nog zetten straks. Hè, dat mensen jullie makkelijker kunnen vinden. Jullie kunnen een boerderij kopen. En die optie is er nu. En jij schreef ook. Hè, we proberen het gewoon bij Peter. Of het lukt of niet, we gaan het zien. Maar hè, niet geprobeerd, dan weet je zeker dat het niet lukt. Nou, bij deze is het dus wel gelukt. Dus die optie is nu. Dat speelt nu. Jullie moeten eigenlijk voor een bepaalde datum een bord doen op die boerderij. Ja. Ja, dat gaan we proberen. Ja. Ja, precies. En doen jullie dan het bord of doet de gemeenschap dan het bord? Is daar al over nagedacht? Ja, de gemeenschap zal een bod doen, want uiteindelijk zal het toch uit een stichting moeten. Want als zegt dat de mensen hier wonen, zouden nooit het doel van de stichting weg kunnen halen. Nee, precies. Dus als je er gaat wonen, moet je er wel... Kijk, je hebt altijd je privacy, maar je woont niet alleen op dit plekje dan. Nee, het is een gemeenschappelijk geheel inderdaad. Ja. Ja. En daar moet ik zeggen, ik ben even vergeten, hartstikke bedankt dat we bij jou in de uitzending mogen. Want dat vind ik echt wel een eer, dat we ons verhaal daarin mogen vertellen. Nou ja, nogmaals, geen dank. Dit is wat wij constant roepen, verbinden, verbinden, verbinden. En wij willen ook faciliteren. Dus nou ja, kijk, straks krijg je natuurlijk allemaal aanvragen van mensen die wat willen kopen. Maar goed, als ik op die manier bij kan dragen aan, in dit geval jullie droom, om zo'n woongemeenschap op te zetten. Dat is wat wij constant zitten te propaganderen natuurlijk. Ja. Dus ja, ik hoop serieus dat het lukt. Even concreet, als stel jullie doen een bord, het wordt geaccepteerd. En welke tijdspanne hebben we het dan over dat mensen daar kunnen komen gaan wonen? Of kan dat al direct? Nou, dat zal dan na de koop zijn inderdaad. Dus ik denk dan uiterlijk aan het eind van het jaar zal dat dan zijn. Ja. Wat? Ja, hebben jullie ook voor jezelf een beetje een soort van profiel gemaakt van de eventuele toekomstige bewoners? Nee, daar is onder andere dan de lunch die we hebben georganiseerd hier op deze plek, op afspraak hè, via Alexander, via Johnny. om mensen bij elkaar te krijgen die hetzelfde idee hebben. Want het kan niet zijn dat het uit basis is van geld. Want geld zal je wel nodig hebben, maar geld is niet de manier van community. Het moet een zelfvoorzienend geheel worden. Mm-hmm. En als mensen, dus die mensen zoeken we. En dat is niet altijd makkelijk om die mensen bij elkaar te krijgen. En zo proberen we dat wel bij elkaar te krijgen. En er zijn al best wel een stuk of 10 mensen die het heel interessant vinden. Niet op dit moment, ja. En allemaal serieus. Dus iedereen die bij ons reageert is ook heel erg serieus. Ja, ja. Ja. En jullie hebben het over zelfvoorzienend. Mm-hmm. Wat is dan zelfvoorzienend? Wat is dan mogelijk bij jullie? Nou, er is een mogelijkheid om een moestuin te maken. Er is een mogelijkheid, dat gaf zelfs de dochter zelf aan, dat je bijvoorbeeld dagopvang voor ouderen kan doen, bijvoorbeeld in 2 delen. Daar blijkt ook subsidie voor te zijn. Dus je wordt zelfvoorzienend in je inkomen. Dan is er een mogelijkheid voor met de dieren dingen te doen. Misschien paardrijden, de dieren verzorgen. Likeuren kunnen we maken. Er zijn genoeg fruitbomen. Dus ja. Eigen likeuren misschien. En het mooie is, dit zal nooit de enige wooncommunity dan worden. Het mooie is als al die communities in Nederland met elkaar gaan samenwerken ook nog. Ja. 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 Daar staan we ook voor. En daar staan we dus ook voor open. Want het is niet een concurrentieverhaal. Het is een samenwerkingsverhaal. Ja. Ja. Hoe groot is het terrein? Alles met elkaar? Daar ben jij beter in, hè? Er bestaan 2 kavels. Waarvan de ene gebouwgrond is. En dat is 6000 vierkante meter. En het weidegrond is 1,2 hectare. Okay. En bij elkaar 1,8 hectare dus. Ja. En ja. Weide, bos, boomgaard, tuinkastje. Ja. Met nog allerlei perspectief. Ja. Nou ja, theoretisch 1,2 hectare. Ik las laatst een stuk van een hectare grond. Kunnen 10 gezinnen leven, als je het goed doet. Dus ja. Ja, als je het goed doet, kunnen hier zeker heel veel gezinnen leven. Heel zeker weten, ja. Ja. Concreet is de oproep dat jullie
Aanstaande zaterdag dan, of niet? Aanstaande zaterdag hebben we... 9 oktober. Hebben we 9 oktober hebben we 12 uur lunch. Mensen zijn van tevoren welkom. En neem ook wat kleren mee dat je mee kunt helpen. Want dan gaan we hier ook wat klusjes doen. Ja, wie dat leuk vindt. Wie dat leuk vindt. De lunch op zich is ook... Maar gewoon het brainstormen, het uitwisselen van contacten. En investeerders vinden die het echt interessant vinden. Het zijn toch mensen die samen gaan wonen. Dus ze willen elkaar ook leren kennen. Ja, je zal toch met elkaar door één deur moeten dan. Ja. Nou, wel een grote deur dan. Is het. Ja, een grote poort. Achter is staldeur. Komt goed. Hey, hartstikke leuk. Ik ga de gegevens van... Maar die moet je straks nog wel even sturen. Alles wat ik eronder mag zetten, zet ik even onder de video. Dan heb je je oproep gedaan. 9 oktober hebben jullie dus die lunch. Mensen die geïnteresseerd zijn in de omgeving Hellevoet Sluis. He, want mij is wel vaker wel gezegd van luister, ik heb ook aandacht gegeven aan projecten in het buitenland. Geef ook aandacht aan projecten in Nederland. Nou, dus bij deze. Dus wil je in Nederland blijven wonen in de buurt van Hellevoet Sluis, of ben je van plan daarheen te gaan? Ga er naartoe, zou ik zeggen dan. Ja. En voor de mensen laat je gewoon informeren. En toch? En vind je het interessant? Nou, dan heb je nu een kans. Want zo is het natuurlijk wel. Ja. Zo denk ik, zo zie ik het ook. Ja, zo zien wij het ook. Ja. Zijn er nog dingen die nog gezegd moeten worden? Nee, ik heb al. Jij nog? Nee, dat niet. De informatie staat eigenlijk hieronder. Ja, helemaal goed. Hey, ik zet het eronder. Wat ik eronder mag zetten, zet het eronder. En dan wens ik jullie heel veel succes aanstaande zaterdag. En ik hoop dat jullie een bod uit kunnen brengen. En dat die woongemeenschap die jullie graag voor ogen zien, dat er ook gaat gebeuren dan. Ja, zeker weten. Want wij hebben wel gelukkig door de dochter voorrang. Ze zegt, al is er een bod, dan ga ik nog niet beslissen. Jullie hebben voorrang. Nou ja. Dus ja, dat is op zich een liefde. Ja, het is een hele mooie positie waar je in kunt zitten in ieder geval. Ja. Nou, helemaal goed. We gaan het doen. Nou, in ieder geval bedankt. Ik wens jullie een hele fijne dag. Oké, ja, en tot de horst. Doei. 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 Dag.